En we springen naar beneden. Hallo. Dat was geen goed idee. Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Jawel, het is weer tijd voor onze mooie dag in de wereld van Minecraft. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen, want we hebben dit allemaal zo'n beetje klaar. Dus ja, laten we eens nagaan denken over... Nee, wacht, we hebben nog lang niet alles klaar, joh. Wat zit ik nou weer te lullen? Dit moet nog allemaal gedaan worden. Dat gaan we gewoon eens even doen vandaag. Ja. Laten we beginnen met daar allemaal wat sters plaatsen. Gewoon wat van die cobblestone sters, want dat is chill en zo. En ik heb een nieuwe kist nodig. Dus let's do it. Zo, op, kijk, 2. Ja, en dan zo. En dan mag jij eventjes weggaan. Ik kom je zo meteen weer pakken hoor. Ik laat je echt niet alleen. Vertrouw me. Kom maar, dank u. Zo, kijk eens aan. Dan gaan we even dit soort shit hier allemaal indroppen. Gewoon even alles erin. En dan pakken we zo meteen wel weer wat we nodig hebben. Dat zien we dan wel weer. Maar laten we eerst maar gewoon eens even alles hier gewoon in stashen. Oké, wat hebben we nou nodig? Cobblestone, dat allereerst. Een bel, een zwaard en een pickaxe. En torsjes. En eten. Daar, dank u. Zo, en dan een beetje gaan reorganiseren. Zo, hoppakee. En zo, die daar. En die daar. Zo. En dan gaan we eens eventjes wat sters maken. Daar heb ik zin in. Dus dan gaan we dat doen. Waar ik geen zin in heb, is mijn herkansing van scheikunde. Ja. Daar heb ik niet bepaald zin in. Maar ook dat moet gebeuren. Dus dat moet je maar gewoon doen, hè. Ja, want mijn herkansing is... wanneer jullie dit kijken... Morgen. Nee, gisteren. Ja. Nee, ik heb dus gisteren mijn herkansing gehad. Maar... Tenminste, klopt dat? Nee, klopt helemaal niet. Klopt helemaal niks van. Mijn herkansing is vandaag geweest. Ja. Auw! Gaan we nou krijgen? Wat gebeurt er? Is niet de bedoeling. Nee, maar ik heb een herkansing SE, zeg maar. Ik kan per periode van SE's kan ik 1 SE herkansen. En dit keer heb ik als voor scheikunde, want daar had ik een 3.8 op. Ja. Yeah. En normaal gesproken haal ik op scheikunde best goede cijfers. Maar dit keer even niet. Dat is een beetje jammer. Dus daar ben ik nu druk voor aan het leren. Zoals jullie door hebben gehad. Ik ben gewoon lekker Minecraft aan het opnemen. Ja, ik ben aan het leren hoor. Ja, goed verhaal. Nee, maar af en toe moet je gewoon even wat rust nemen. En kun je best een keer een Minecraft videootje opnemen. Zo heb ik dat ook gedaan in de SE week. Steeds tussen leren van 2 SE's door. Gewoon even een beetje Minecraft opnemen. Kan prima toch? Jawel, kan wel. Dus, zo moet je dat doen. En dan kan ik eindelijk, na morgen, kan ik weer een beetje normaal opnemen. Het is ook bijna vakantie voor mij. Dus dat scheelt ook weer. En dan is het weer een beetje rustig. Dat is niet helemaal waar trouwens, want er komt ook een voorjaarsconcert aan. En daar moet ik ook weer veel met techniek bezig zijn en zo. Dus dat, ja, dat gaat ook nog wel even wat tijd in beslag nemen. Heb ik nog wat dioriet over? Of andesiet? Of dat soort shit. Laten we gewoon beneden graniet doen. Dat is tof. Gewoon doen. Gewoon eens even kijken hoe ze gaan reageren. Ja. En dan moet hier wel echt nog even wat andesiet komen. Dat wel. Maar dan kun je hier gewoon graniet doen. Dat is wel lachen. Op zich. Eens kijken hoe dat eruit ziet. En dan gaan we ook nog even wat veranderen aan de muren. Muren worden ook nog even wat chill hier zo. Niet dat standaard hout, want dat heb ik wel een beetje gehad inmiddels. Dus ik vind dat anders moet. Zoals je ziet, dit wordt een mooi kleurtje. Dus dan moeten die muren ook een beetje mooi worden. Dit gaat ook anders worden. Dit worden ook gewoon sters die hier bovenop komen. Ik weet nog niet waarvan, maar daar komen we gauw genoeg achter. Even kijken, wat is een mooi iets om daar te hebben? Pas spruce wood erbij. Ben ik wel benieuwd naar. Laten we gewoon eens even gaan kijken. Hallo wereld. Hoi. Gaan eens even kijken of daar een beetje spruce wood misschien mooi bij is. Dan die hebben ook genoeg hier in de buurt zitten. Dus dat maakt ook helemaal niet zo heel veel uit. Dus laten we gewoon eens even gaan kijken. Is dat mooi erbij? We gaan erachter komen. Waar is mijn
blokje hout gebleven. Daar is mijn blokje hout gebleven. Dank u. En dan eens eventjes kijken of dat er een beetje mooi bij staat. Ik hoop het eigenlijk wel, want dan zijn we gewoon klaar, zo'n beetje. Maar we moeten het wel in dezelfde stijl doen, hè? Dus wel gewoon om de drie weer een nieuw stukje met logs. En dan weer gewoon hout, zoals dit hier zo. Dus dat moet wel een beetje hetzelfde zijn. Maar dan moet dit hier nog wel wat anders ziet worden zometeen, maar dat had ik al gezegd volgens mij. Ja! Hey, goed opgelet Marcel. Zucht. Nou, eens even kijken hoe dit staat hoor. Ik ben benieuwd. Ik laat me helemaal verrassen. Het is ook zo mooi dat dit gewoon 4 is, zeg maar. Dan kan ik alles uitproberen. Even kijken hoor. 1, 2, 3. En dan, dit wordt dan allemaal gewoon van deze dingen. Nee. Doe normaal. Doe nou. Ik zei die. Volgens mij ziet dit er echt pittig tof uit. Ik vind het zo nice. Dit is echt heel chill. Holy shit. Laten we dit gewoon doen. Gewoon doen. Kan wel. Dus dan gaat dit allemaal ook weg zo. Hoppakee. Dat wordt dan ook gewoon hout. Komt hier maar. Zo. Hoppakee. 4, 5, 6. En nog eentje. Zo. En aan de buitenkant moeten we dit ook nog even logs maken. Hier gewoon logs omheen. Dat is wel mooi op zich, vind ik. En dit wordt dan ook nog een stukje graniet. Dat kunnen we nu trouwens wel even doen. Hallo. Ik had hier wat graniet voor besteld. Zo. Niet grafiet, maar graniet. En dan gaan we nog even weer wat meer van die spruce-woodbomen omhakken. Jawel. Kan gewoon. En we springen naar beneden. Hallo. Dat was geen goed idee. Zo te zien. Dat overleef je dus niet, Marcel. Denk er nou eens een keertje over na, joh. Ga je 16 levels. Krijg je er 3 of 7 van terug. Dat is niet zo slim, hè? Dat was niet zo slim van mij. Nee. Hoppakee. Dit aan. En dan jij daar. En jij daar. En jij daar. En jij daar. Hé, hey, en jij dan? Ja, jij komt daar. Zo, hoppakee. En we gaan weer verder. Alsof er niks is gebeurd. Er is niks aan de hand. En dan komen we hier weer bij een hele mooie spruce woodboom. Die gaat helemaal neer. Ik ga hem helemaal kapot knuppelen. Letterlijk. En figuurlijk, allebei. Omdat het mooi is. Dus ja. Ik gebruik trouwens de nieuwe Minecraft launcher. En ik weet niet of jullie dat ook al doen. Maar Mojang claimt dus. Of Microsoft tegenwoordig. Claimt dus van ja, als je dat gebruikt. Dan wordt je game sneller. Ik heb er geloof ik geen zak van. Maar het zal wel weer kloppen. Of ik merk er nog niet zo heel veel van. Volgens mij stond er ook. It might run faster. Juist, Microsoft. Geloof je het zelf? Maar jullie draaien nooit eens een keertje iets sneller. Net zoals Windows 10. Dat is ook best zwaar voor je PC trouwens. Windows 8 was alweer een klein stukje zwaarder. Alleen Windows 10 is echt weer een flinke klap zwaarder voor je PC. Dus mocht je een niet al te goede PC hebben, zou ik Windows 10 tot nu toe nog eventjes afraden. Zeker de technical preview. Dat is echt voor je PC niet heel erg goed. Tenminste niet als main operating system. Als tweede besturingssysteem kan dat prima. Maar als een main operating system zou ik het niet doen. Maar Myron is op. Gezellig. Vet chill. Dan moeten we maar van stoom wat maken. Hè? Dat is leuk. Dat vind ik echt grappig. Not. Zo. Dan hoppakee. How about let's eat some sleep. Bro. Let's eat some sleep. Goed zo Marcel. Goed verhaal. Dat gaat vast goed komen. Nee, echt serieus. Zucht. Mag ik slapen? Ik wil slapen. Kom op. Doe nou. Het is bijna donker. Dus komen de boze monstertjes naar buiten. En dan ben ik nog wakker. Dat wil ik niet. Zo.
Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering gaan we gewoon lekker verder. We gaan gewoon lekker weer wat meer hout halen, zodat we dat daarachter af kunnen maken. Dat is wel belangrijk namelijk. Dus laten we dat gewoon doen, de volgende aflevering. Ik ga nu even verder mijn scheikunde leren, want dat is echt nodig en zo. Dus ja, dan weet je dat ook weer vaak. Waar ik mij mee bezig hou als ik niet bezig ben met YouTube. Hey, dat willen we echt weten. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. En knopje delen kan onderaan deze video. En dan zie ik jullie de volgende aflevering. Gewoon weer terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Tot later.